Oké, kijk, ik heb een nieuwe goede tactiek. Je hebt een tactiek. Ik ga niet als de Britten, maar ik ga als, even kijken, waar staan ze? Epirus. Epirus, ja. En ik ga alleen maar defensive units gebruiken, hè. Gewoon pike infantry en zo. Nee! Pike. Wat? Nee! Je kan maar twee olifant dingen nemen per arm. Oh. Ah, joh, maakt niet uit. Nee! Nee, maar kijk, luister goed, hè. Oké, sorry. Ik pak alleen maar pikemen. En dan even pikemen en defensive hoplites en zo. Ja? Hoppelie. Dus. En allemaal ranged artillery. Dus ik ga van de afstand met artillery op die mensen knallen. En dan zet ik voor jouw mannen, zet ik allemaal defensive dingen neer. En wat moet ik dan voor mannen maken? Ja, allemaal offensive en zo. Wat zijn offensive mannen? Astari, die betere versies daarvan en zo. Die Astati? Roman Legionnaires, of hoe heet die dingen? Oké, Astati. Even kijken. Legionnaires, Principe. Ik Ja. heb er heel veel. Legionary Cohort, Soci, extra nog wat. Veteran Eagle Legionnaires. Cohort en zo, dat soort shit. Eagle Cohort, Eagle Cohort, ah ja. Sure. Ik heb Oh alleen maar dear. defensive mannetjes, hè, dus Wat? Je hebt alleen? ik heb alleen maar defensive Oh ja. mannetjes. Ik had net wel een beetje lag trouwens, dus hopelijk valt het wat mee nu. Denk het niet, maar goed. Oké, dus het plan is dat jij met jouw defensive mannetjes vooraan gaat staan. Ja, En maar ik dan. heb jou nodig van de zijkant en zo, hè? En als backup. Van de zijkant. Ja, vooral van de zijkant. Sure. Anger is brief insanity. Horace, Roman poet. When attacking an enemy with superior missile troops, get into melee combat as quickly as possible. Nou, dat is duidelijk. Oh. Ik zie geen Stonehenge, maar goed. Waar is Stonehenge? Oké, nu gaan we. Wacht, ik ga eerst even Stonehenge zoeken. Hè? Waarom staan we door elkaar? Oh, ja, daar is Stonehenge, helemaal in de verte. Ja? Als het goed is wel. Het is heel lastig om te zien. Oh ja, ik zie het. Kan ik hoger komen? Nee. Nee, whatever. Goed. Ik zal eerst even mijn mannen aan de kant gooien. Huppa. Zet maar neer hoe jij het wilde neerzetten. Ja, dat Dan. kan. Oké. Even kijken. Oh, hier zijn we. Ja. Ja? Kijk, hier komen al, hier links komen allemaal van mijn dingetjes. Kijk eens. Ik heb er wel even mannetjes nodig om te beschermen, dus helaas. Yes. Nou, ik blijf nog niet veel over eigenlijk. Ik zet deze toch iets verder naar achter. Wauw, echt waar al die mannen hier zo op een rij. Van mij of van jou? Ja, van jou. Even kijken, dan zet ik mijn phalanxes. Hier. En mijn. Oké. Mijn Hellenic Royal Guard. It's the Royal God. Shit, man. Ik kijk hier zo naar en ik denk van hoe hadden ze dit vroeger zo kunnen doen, hé? Ja, Echt waar. Dan moet je toch wel echt strategisch nee, inge. maar Caesar bijvoorbeeld is niet voor niets een grote man, hè? Grote man. Was hij groot? Nee, maar ik bedoel, bekend. Bekend, ja. Hey, shit, hey. Maar moet je nagaan als je in IRL zit, weet je wel, met honderd of een duizenden mannen. Je zou zelf aan het leger zitten, jong. Je gaat alleen maar naar de kloten.
shit. Ik ga het echt precies goed neerzetten, hè? Dus... Ja, joh, ja, we hebben genoeg tijd, hoor. Ja, ja. Ah, anders worden er twee episodes, dat is ook goed. Ik zie hier vrije schijfruimte voor de opname. Ik heb nog... dus ik kan nog 152 uur en 28 minuten opnemen. Dus ja, joh, neem je tijd. Ik ga het ook niet editen, denk ik. Ik denk dat ik het gewoon in één keer heb. 152 uur. Oké. Zo, zitten we goed. Op die hier. Weet je, ik boog nu een beetje lak. Schoon ook neer. Zet gewoon een beetje goed zo. Ik kan ze helemaal goed neerzetten. Oké, weet je wat die gewoon daar is. General. Bam. Oké. Okay. No. Nu ik. Ja. Oké, weet ik veel. Dus ik heb mijn, mijn paarden en shit hier, I guess. Mijn pijl- en boogknakkers, kan ik die hier doen? Waar hier? Daar, bij achter jouw general? Ja, zeker. Ik zou, ja. Nou ja, wacht, zet die eerst even voorin. Dan rennen die daar vanzelf weg. Oh ja, natuurlijk. Wacht, en hoe moet je ze... Oh shit. Op wat van iets moet je ze dan zetten? Als het goed is, staan ze er al automatisch op. Oké. Okay. En dan mijn andere gasten, die wil je dan zoiets hebben of zo? Ja. Zo. Ja. En dan maar hopen dat ze ons vanaf hier... wacht, wat is dit? Dat ze ons hier aan het... Zie je dat? Wauw. Hoe, wat? Die pijl? Die pijl? Ja. Wow, dat is vet. Dat ze dan ons vanaf hier aanvallen. Oh, dat is vet. Eigenlijk moet jij iets meer naar achter. Denk ik. Of iets meer hierheen. Oh, oké. Okay. En wat doet dit? Oh, gewoon een lijn en dit is... Oh, hier. Uit, ja. En dan kom je daar gewoon toe op vanaf hier. Ja. En dan moet je eigenlijk je horses oh, ja? zo laten komen. Hoe? Oh ja. Nee, kijk hè. Het beste zijn, ze hebben een aantal skirmishers hè. Aha. Dus pak die paarden en die paarden laat je gewoon helemaal op. Van achter. Ik zou zorgen dat ik met mijn artillerie op hun generals knal. Oké. En je olifanten moeten dan later gewoon zo. Er doorheen. Ja, en dan doen ze dit zo. En... Oh shit. Zo van jongens. Ja. Oké. Okay. Zet je olifant even hier. Ha? Huh? Even je olifant hier zetten. Toch wel daar? Ja. Ze moesten toch via zo? Wat? Ze moesten toch via zo? Nee, dat zijn de paarden. Oh, dat zijn de paarden. Ja. Maar olifant hoorde bij de paarden. Nou ja, whatever. Olifant hier. Bam. Alsjeblieft. Yes. Ja, ietsjes naar achter en dan kunnen ze straks zo. Zo? Ja, prima, ja. Zo, zo. Zorg alleen dat ze niet beschoten worden. Zo, zo. Yo. Oké. Okay. Sure. Ready. Holy shit. Oh, shit. Oké, okay, ik ben okay. Bang. Ik ben bang. Ik ben nu al bang. Jongens, deze kant, volg de rode lijn, volg de rode lijn. Komt ze komen breed, jongen. Ze komen te breed. Oké. Okay. Er is een zo'n gozer die zit allemaal dingen te zeggen van, ja, dit waarom hebben we hier? Oké, okay, ik pas mijn dingen even aan. Sure. Als ik maar niks hoef te doen, ik snap er toch een zak van. Mijn generaal zit wel bij die paarden trouwens. Kijk hem dan tactisch, die dingen tactisch neerzetten, joh. Oké, okay. Dus mijn paarden lopen. Voor Rome. Voor Rome. Waar is de andere general? Oh, wacht. Ze zitten in een bos! Naaiers. Oké. Oh. Oh shit. Waar gaan ze nou heen?
Wie? Oh, dan hebben we zoveel mannen. Oké, okay, ze komen. Shit. Ze gaan naar mijn skirmishers, of naar mijn artillerie. We gaan daarheen. Huh? Verplaats deze, laat je mannen die kant op. Dit is allemaal te tactisch voor mij. En die hier. Oh, pas op. Oh shit. Elephants! Oh nee, oh dit is niet goed, Jael. Dit is niet goed, Jael. Dit is niet goed. Dat kan ik je met zekerheid zeggen. Ja, ik kan ze niet selecteren. Ah, jongens. Oké, okay, nu gewoon klaarzetten. Go! Van. One of our units has gone berserk. Oké, vooraan. Als het goed is. Nee. Wacht, die hoort bij ons, what the fuck? Wat een lek. Vooraan. I don't know. Kan jouw computer deze troep zijn? Ja. Wat? Wavering? Waar? Oh, daar! Oké, okay, kom met je paarden. Ja, die komen er al aan. Kijk. Oh ja, ik zie het. Oh, zo. Netjes, netjes. En je olifanten, rechts. Mijn olifanten? Ja, die zijn al bezig. Ah. Oh shit. Die hebben de eerste al... Onze shit. Onze generaal is onder attack. terug. Run. En daarheen. Go. Attack the bitches! Ik heb echt geen idee of mijn artillerie zin heeft, zeg maar. Attack the bitches! Waar zijn mijn olifanten? Elephants ready for battle! Elephants ready for battle! Oh, je mannen lopen weg! Wat? Je mannen? Ja, ik zie het. Nee! Oké. Even cinematic mode. Man, wat een chaos. Yes, the enemy general is dead. Ja! Ja! Woo! Nice! Ga zo door! Het LMI heeft helemaal de kloten geschoten. Zo gaat hij goed, zo gaat hij beter. Nog weer alweer een general erbij. Oh, rechts is helemaal verslagen. Rechts is helemaal verslagen. We kunnen aanvallen. Verder. Hoe gaat het met de paarden? Ik denk dat ik even terug wil gaan. Als een general. Ja, nu terug. Go, run. Run. Oh shit. Oh, het is echt lastig om te zien wie jij nou bent. Jij bent die bruine die met zijn hond. Ja. Ja. Lastig om te zien, man. Oké. Okay. Elephants! Kijk die olifanten, kijk die olifanten! Woe! Ja, op die general, hè? Welke general? Daar voor je neus. Oh, oké. Okay. Pak hem. Is dat die channel is in ieder geval? Ik denk het. Check het out. Oh. Oh, deze cinematic mode is echt vet. Wow! Zo, die olifant te gek. Kijk ze gaan. We zijn aan het winnen, Robin. We zijn aan het winnen. Ja, ons balkje wordt groter. Ons gele balkje. Oh, dat meen je toch niet? Ja, jawel. Volgens mij is een general. Was dat een. Oh, als dat een general was dan. Oh shit.
Het gaat goed. Het gaat zeker goed. Deze mannen doen niks. Oh, ze trekken terug! The enemy general is dead. Netjes. Oh. Oh nee, echt waar? Oké, mijn artillerie gaat nu naar de kloten, maar dat maakt niet uit. Kijk die olifanten. Haha, suckers. Oh, al mijn dingen zijn gerallied, blijkbaar. Oh, check die olifanten. Robin, we zijn supergoed. Holy shit. Wie had dat gedacht? Hallo. Hij is een mannetje met een vaag ding. Oké, stuur je paarden erachterna, hè. Ja, ik zie dat. Ah, dat is mijn general. Ja, boeien, nu maakt het toch niet meer uit. The battle is turning in our favor. Oh, the battle is turning in our favor. Lagatos! Fall on, whatever you can. Just kill the bitches. Oh man, oh man, oh man. Wie had dat gedacht? One of our units has used all its ammunition. Sons of Mars. Ah. Kijk ze wegrennen, die gasten. Deze gozer heeft last aan zijn benen, volgens mij. Shit. Waar ben jij? Ik ben overal. Overal en nergens. Verbaast me dat mijn general nog niet dood is, maar ik zie hem nu wel even weg. Olifant. Yes! Woehoe! Yes! Yes! We hebben het gewoon gedaan! Tegen AI! Op normal difficulty. Normal? Oh shit. Well, I'll call it a win. Yes. Vond je nou een leuke video? Laat het ons door weten. Door een reactie achter te laten. Wil je ons dit nou nooit meer zien spelen? Laat het dan ook weten. Dat snap ik heel goed. Oh, jongens, man. Tot de volgende keer. Hey, later guys. Hey, hoi.